Goedenavond, dit is Brandpunt. Na 14 jaar zijn de twee wereldberoemde schilderijen van Vincent van Gogh eindelijk weer te zien in Amsterdam. Het gaat om Uitgaan van de hervormde kerk te Nuenen en Zeegezicht op Scheveningen. In 2002 waren ze gestolen uit het Van Gogh Museum en afgelopen najaar teruggevonden in het huis van een Italiaanse maffiabaas. Een van de dieven is deze man, Octaaf Durham, bijnaam Okkie. Okkie heeft zijn betrokkenheid bij de brutale roof altijd ontkend. Maar een jaar geleden besluit hij voor het eerst de waarheid te vertellen aan documentairemaker Vincent Verwij. Het is de duurste vierkante kilometer van Nederland. Er ligt voor miljarden aan kunst. Het is een verschutting geweest. Okkie Durham begint een zoektocht naar de schilderijen die hem onder andere naar Libanon voert. Naar de Nederlandse topcrimineel Mink Kok. En ik kan ook zeggen dat ik weet wie ze heeft. Maar ik ga natuurlijk niet zeggen wie ze heeft. Maar ik weet degene wie ze heeft. Vanavond is Brandpunt geheel gewijd aan deze geruchtmakende diefstal van het nationale erfgoed. De bekentenis van de dief en hoe de doeken terugkwamen dankzij een omstreden deal met een maffiabaas. Ik kwam dus vrij van twee geruchtmakende bankkraken. En toen liep ik gewoon op straat. En men weet dat voor een inbreker zit in één opslag waar het makkelijk is om ergens naar binnen te gaan. En dat zag ik bij het Van Gogh Museum. Toen dacht ik, ik kom op het dak. En dat zijn denk ik volgens mij gewoon de ramen. En ook al zijn het niet, daar kom ik wel doorheen. Mensen zeggen, je hebt geboren voetballers, je hebt geboren leraren. Ik ben een geboren inbreker. Als ik bijvoorbeeld echt op een kraak ging, is alle huidhaar praktisch weg. Vaseline. Om je wenkbrauwen in te smeren. Dat, mocht er iets loslaten, dat het niet kwijtraakt. Handschoenen altijd nieuw. Nou, die trek je aan met je blote handen. Inspuiten met ammoniak. Dan zijn die handschoenen schoon. Anders, je bij wijze van spreken maar met één keer met je vinger aan een deur te zitten en dan hebben ze je DNA-spoor al. Pet bewerk je met een spul wat normaal door mensen wordt gebruikt voor op heggen te spuiten. Als iemand zijn hond uitlaat, die hond van die heg wegloopt. En ik gebruikte het om de speurhond te misleiden. Die nacht zijn we gewoon 2 uur gaan beginnen aan die klus. Auto klaarzetten, spul in de achterbak. Henk was een hele goede vriend van mij. Die assisteerde gewoon. Ik heb altijd heel veel, zeg maar, computers altijd gestolen. En toen dacht ik, nou, dat is voor mij hetzelfde, alleen in dit geval pak ik een paar schilderijen van de muur. Ben je op voorverkenning geweest? Ja, tuurlijk man, ja, een paar keer. Maar je hebt altijd alleen vanaf de buitenkant gekeken? Nee, binnen ook. Ik ben binnen wel geweest, binnen. Okay. Ja, een paar keer. Toen na een half jaar, of ik weet niet, een tijd daarna weer een paar keer. Zelfs een week van tevoren nog, dat dingen niet binnen veranderd zijn, weet je. Of, Ik ben nog nooit in het Van Gogh Museum geweest eigenlijk. ik wil bijna zeggen, ik ook niet. Philip Freriks. Dames en heren, goedenavond. Met onwaarschijnlijk groot gemak, zo lijkt het, hebben inbrekers twee schilderijen van Vincent van Gogh weten te ontvreemden. Uit het zwaar bewaakte museum dat naar 's werelds beroemdste schilder is vernoemd. Een klassieke inbraak zou je kunnen zeggen, want de inbrekers lijken het simpel te hebben aangepakt. Aan de achterkant met een ladder het dak op, een ruit inslaan met een moker, snel de buit ophalen en aan de voorkant met een touw weer naar beneden. En dat onder het oog van een hele batterij camera's en twee bewakers. We hadden een ladder gepikt bij een school. We hebben met een betonschade, waren meerdere ladders. We hebben wij doorgeknipt, die ketting. Ja. En toen zijn we met een ladder door de buurt gegaan. Die ladder om van die school hier te krijgen heeft serieus 2 of 3 uur geduurd. Want we zijn in etappes. Jullie zijn lopend gekomen. Ja, maar in etappes. Hè? Want we hebben over de trambaan heen gemoeten. En zo, weet je, als iemand dat ziet, ja, die belt gelijk politie. Toen hebben we die ladder hier in die tuinbak gezet, schuin tegen die rand daarop. Ja. En toen wij hier liepen,
was er hier een man de boel aan het schoonmaken. Maar had je die laten achtergelaten? Ja, die is gewoon achtergebleven. Die is naar het lab gegaan. En als die man hier die aan het schoonmaken was naar rechts had gekeken, had hij ons gezien. En dan hebben we het niet gered, want die zou gelijk gaan bellen of wat dan ook. Het uiterste raam daar in de hoek, ja. Dat is het raam. Nou, daar hebben we op staan meppen natuurlijk. Maar dat is inderdaad niet klein. Waarom hadden ze zo'n ophef over een heel klein raampje? Nee, het gat was klein. Het gat was klein. Oké. Okay. Want het was natuurlijk inbraakvertragend glas. Maar opvallend, alle ramen zijn op een bepaalde dikte hier. Oh. En om die hoek zijn de ramen het dunst. Je deed voorverkenningen. Welk schilderij had je toen op het oog om te pakken? De aardappeltelers. Maar ook wetend van dat het gat klein zou worden, dus ik keek ook wat de kleinste waren. Nou, dat dacht ik, de kerk, nou, dat ziet er interessant uit. En die zee zich van Scheveningen, die was heel dikke verf. En op een of andere manier is dat altijd duurder. Ik weet niet waarom, dat idee had ik. Als het gat groter had geweest, had ik die aardappeltelers gepakt. Begrijp je dat mensen zeggen dat jij een egoïstische crimineel bent die nationaal kunstbezit heeft gestolen? Ja. Maar dat komt omdat mensen, je hebt heel vaak mensen die oordelen, maar die weten helemaal niet hoe of wat of waar het over gaat. Want wie mij kent weet dat ik alles behalve egoïstisch ben. Was ik maar egoïstisch, had ik nu nog geld. En op het moment dat wij al de eerste klap op die raam gaven, toen kwam er naar, ik schat, 30 seconden kwam er een vrouw, die was bewaking. Maar ik weet, als je doorgaat, die vrouw gaat vanzelf weg. Die zijn gek, die blijven maar doorgaan. Ja. Die schilderijen die hingen met haakjes die door de muur gingen, recht omhoog. Oogjes aan het schilderij eroverheen gingen met schroefjes erop, dus dat je ze niet in één keer eraf kan halen. Maar door die muur, waar die deuren zitten, die schuifdeuren, kon ik zien hoe dik de muren waren. En daar klopte ik ook op en het waren een soort gipsmuren. Dus ik wist, die trek ik met mijn handen eraf, zo niet met een breekijzer. Op een gegeven moment kwam over de scanner de melding binnen. Maar ik had ook... Wat voor melding? Wat zeiden ze? Van inbraak, weet je. Inbraak van Gogh Museum. Ze staan op het dak. Ja. En toen schakelden ze over op algemene porto. Dat houdt in dat alle agenten van Amsterdam op dat moment alles horen wat er aan de hand is. Maar ik hoorde alles. Ik had ook de frequenties van het museum in mijn scanner. Dus ik hoorde wat ze binnen zeiden. Maar die vrouw die werd doorgeschakeld direct naar de politie. Dus ik hoorde zo en zo op de porto van de politie zelf van wat ze zeiden. En maar ja, wij waren nog bezig. Ja. Ze stonden ook met 3 minuten, stonden ze bij die ladder. Want die mensen hebben gezegd, ja, toen gingen ze op de kamers kijken, er staat een ladder. Ik wist dat ze bij die ladder zouden gaan staan. Niet wetend dat ik een touw bij me had die al op mijn vlaggenstok heen hing. Die hing al voordat ik de eerste klap gaf. Dus dat was onze tijds... En dat was aan de andere kant van het gebouw? Ja. Dus je bent aan de andere kant gevlucht dan waar je ik vandaan ging kwam. Lachend de touw af, want ik hoorde staan er al. En je wist dat de politie aan de verkeerde kant zat? Ja. En hier komen wij zo naar beneden. Ik was als laatst, ik ging met die tas naar beneden. En ik heb vergeten knopen in die touw te doen. Dus ik ging met de bloedgang naar beneden. Het rook kwam uit mijn handschoenen. En zeg maar, waar die rand is, sloeg mijn been in de knoop. Alsof het leek alsof mijn been uit de kom ging. Het is precies hier gebeurd. Het is hier gebeurd, hier al, waar die streep is. En ik zwiep gewoon met mijn hoofd over de grond. En zo ben ik mijn pet weg kwijtgeraakt. En die hebben ze gevonden dan. De vluchtauto is gepikt door een jongen die nu niet meer leeft. En ik was hem altijd heel dankbaar daarvoor. Die heeft echt zijn mond gehouden. Was een hele jonge jongen toen nog. Die jongen heette Alex. Was ik hem altijd dankbaar voor. Want ik dacht, die gaat ooit een keer bluffen tegen mensen. Ja, ik heb die auto geregeld. Maar dat was een topjongen. Zo zijn we weggegaan. Het is natuurlijk van de gekken dat inbrekers zo makkelijk kunnen binnenkomen. Ton Kremers was 15 jaar lang hoofdbeveiliging van het nabijgelegen Rijksmuseum. Tegenwoordig adviseert hij verschillende musea over veiligheid. Het bleek dus mogelijk om het raam in te slaan met een moker. Waarom zat daar geen gepantserd glas in? Ja, er zat wel beveiligd glas in, maar van een veel te laag niveau. Je kan ook zien aan de foto's dat het glas nog aan elkaar hing, de splinters van het glas, door de folie die tussen de glaslagen in zat. Maar het was een soort folie die wel geschikt is voor de voorruit van je auto, maar niet voor de beveiliging van een museumgebouw. Tegenwoordig zijn er tussenlagen, folies tussen, die zo stijf zijn en zo hard zijn dat je die niet meer door kan snijden. Het glas gaat altijd kapot, maar het gaat juist om die tussenlagen.
De bewakers in het Van Gogh Museum hebben gehandeld volgens de instructies. En hebben zich teruggetrokken in een veilige ruimte en de politie gealarmeerd. Ja, als hij er toen had gestaan, dan was ik in shock. Was de beveiliging van het Van Gogh wel voldoende? Ja, het is niet aan mij om daarover te oordelen, maar als je twee schilderijen steelt, dan kun je wel concluderen op zo'n makkelijke wijze dat de beveiliging niet helemaal op orde was. Rechercheur Bob Schagen was destijds onderzoeksleider bij de Amsterdamse politie. Zijn eerste aanknopingspunt was de pet die achterbleef bij het museum waar DNA in werd gevonden. Op een gegeven moment was er een DNA-match met Okkie. Ja. U kende Okkie? Nou ja, ik kende Okkie zijn naam. En als je dan razendsnel door de systemen gaat halen of gaat kijken, dan zie je wel zijn verleden en weet je dat het een rasinbreker is. En ook een professionele inbreker. Een beroepscrimineel? Ja, dat kun je wel zeggen. Maar wel voor zware inbraken, vond ik. Toen u zag het DNA van Okkie Durham zit in de pet, dacht u toen, nou hebben we hem? Nee, want dat zegt namelijk helemaal niks. Je moet wel je bewijzen vinden voor justitie. En uiteindelijk, om een veroordeeld te krijgen, zou je er echt met bewijzen moeten komen. En de overtuiging heb je dan misschien wel, maar de bewijzen nog niet. En het bewijs is wel het mutsje. Maar ja, ga je maar bewijzen dat hij degene is geweest die binnen is geweest. Ik ga nu naar een woning die ik in 2002 huurde. Hier verstopte ik na die kraak twee schilderijen, gelijk vanuit de nacht. Omdat ik stond hier niet ingeschreven. En het is een veilig huis, je ziet het aan de deur. De deur is heel zwaar beveiligd, speciale deur. Nou, en hier lagen ze dan, zo hier aan de kant. Eigenlijk onafgedekt. Twee wereldberoemde schilderijen gewoon in de gangkast in de statie de buurt. Ja. Precies zo is het gegaan, zo is het. We hebben na die kraak hebben we die auto natuurlijk hier ergens om de hoek geparkeerd en zijn gelijk naar boven gegaan, hier neergezet en zijn gelijk weer weggegaan. Had de politie de schilderijen kunnen vinden als ze eerder huiszoekingen hadden gedaan? Als ze naar de DNA-uitslag die ze toen hadden waren gaan zoeken, hadden ze ze gevonden. Waarom is er zo lang gewacht met die huiszoekingen? Want Okkie heeft mij verteld dat de schilderijen wekenlang bij hem thuis hebben gelegen en daarna bij Henk. Ja, dus met deze wetenschap waren we misschien sneller naar binnen gegaan. Je hebt wel te maken, je moet een verdenking hebben. Als je een goede onderbouwing kan hebben waarom iemand een verdachte is, dan moet je ook nog redenen hebben om in het juiste huis een doorzoeking te kunnen doen. Ik ging thuis die schilderijen uit de lijst halen. En, want ze zaten in een houten lijst en daarvoor was een soort plexiglas. Waardoor je niet dat iemand in het museum een mes of zo eroverheen kon halen. Nou, dat haalde ik heel rustig uit elkaar. En toen bleef er een klein stukje verf bleef er liggen in die lijst, zeg maar. En dat is precies dat hoekje. En dat moet stuk zijn gegaan door de klap, weet je. Dat ik op de grond viel, zeg maar. Waar heb je dat stukje afgebladderde verf gelaten? Daar heb ik mijn eigen suf over zitten denken de laatste paar maanden. Maar ik weet het echt niet meer. Ik heb het weggegooid als... Ik heb het volgens mij door de wc gespoeld. Het is bewijs, het is een spoor, weet je. Mensen zeggen tegen mij van, jij hebt een Van Gogh in je handen gehad. Maar ik heb daar nooit bij stilgestaan. Maar je hebt dus ook een stukje Van Gogh door de wc gespoeld? Ja, maar ik heb er ook aan, ik heb ook aan dat hoekje. Omdat er kwam in de pers dat er zand van in het schilderij zit van het verf. Heb ik eraan zitten likken, kijken of het naar zand smaakt. Dat heb ik ook niet uit iemand gedaan, denk ik. Dus ja. Ik loop nu naar de plek toe waar ik ongeveer 18 uur later hier kwam. Het was donker uiteraard. Hier heb ik de lijst ergens weggegooid, want daar moest ik vanaf. Dat was alleen maar ruimte in beslag. En ik wist toch dat ze niet origineel bij het schilderij hoorden. Ik had het vermoeden dat wie ze heb verkocht, of wie ik zou gaan verkopen, die heb toch niks aan die lijst. Dus het gaat puur om de schilderijen. En ik heb er ook nooit van uitgegaan dat het aan de muur ergens zou hangen, maar puur ooit voor, ja, om te ruilen, handel of wat dan ook. Dus die lijst is helemaal niet belangrijk. Misschien liggen ze er nog. Zijn er voor jou geen dingen die heilig zijn, waar je met je poten af moet blijven? Ja. Wat dan? Spullen uit een kerk of spullen uit een moskee. Waar mensen qua... Maar een schilderij van Van Gogh is voor jou niet heilig? Nee, zeker niet.
Wat dat betreft heb je dus nog niks geleerd in die 14 jaar? Nee, maar je moet mijn kant ook in. Ik ga altijd als een boef als crimineel denken. Ik kan er wel mee stoppen, maar mijn denkwijze is anders. De politie denkt dat Okkie de schilderijen in opdracht heeft gestolen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Men zegt van, wat moet je met schilderijen? Maar ik dacht, als ik het doe, dan komt het vanzelf in de krant en al die dingen. En dan komen vanzelf al, ga ik wel horen wie ze wil hebben. Puur omdat als iemand problemen krijgt, dat hij kan onderhandelen met justitie. Van, hey, hier kijk, ik heb die twee schilderijen, er zal een advocaat bemiddelen. Ik wil mijn straf in open kamp zitten. Dat gebeurt. Het gebeurde inderdaad al eerder dat schilderijen van Van Gogh om die reden werden gestolen. In 1990 verdween hier uit het Noord-Brabants Museum in Den Bosch ook een aantal doeken van Vincent van Gogh, waaronder deze watermolen bij Gennep en deze zittende boerin met muts. De schilderijen doken 4 jaar na de diefstal plotseling op bij de Amsterdamse crimineel Kees Houtman. Die kreeg van de rechtbank 1,5 jaar gevangenisstraf voor harshandel. Justitie wilde in hoger beroep een flink zwaardere straf eisen, maar Houtman bood toen plotseling aan de schilderijen terug te bezorgen, als justitie het hoger beroep zou intrekken. Een anonieme bron vertelt hoe de AG, de advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie, een geheime deal sloot. Er werd geprobeerd met de officier een deal te maken dat hij zijn hoger beroep tegen die straf zou intrekken, zodat het laag bleef. Die officier die wij hebben, en toen op een gegeven moment heeft de AG uit Den Haag gebeld dat zij wel een deal waren. Dus zij pakt mij een deken en dan komt ze naar brengen. Toen inderdaad in een deken gedaan en met hem op de kamer waar mevrouw Binnenzorg daar gehoord bij was overhandigd. Ze stond in de belendende kamer en heeft het gezien en gehoord. Ze was procureur-generaal. Oké. En van die deal is verder helemaal niets op papier gezet? Dus hij kon eigenlijk gewoon, toen de deal eenmaal gemaakt was, onmiddellijk de gevangenis uit en was weer een vrij man. Wist jij dat Kees Houtman schilderijen van Van Gogh uit het Brabants Museum had en dat hij die gebruikt heeft om met justitie te onderhandelen over een straf? Ik wist dat niet precies, maar Kees Houtman was vroeger mijn buurman op de Mercantilaan. Dus daarom wist ik het verhaal. En dat heeft mij ook getriggerd om het te doen. 6 weken na de inbraak had ik hier een afspraak met Cor van Hout, de bekende Heineken-ontvoerder. En hem bood ik de schilderijen aan. En het ging eigenlijk zo van, het gelijk op de man af. Ik zeg, waarvoor wil je me spreken? Ik zeg, ik heb 2 schilderijen. Ik denk dat het wel wat voor jou is. En toen zegt hij, oh, heb jij ze? Hield hij van kunst? Hij heeft me nooit de interesse verteld. Maar omdat hij de opmerking maakte van zo'n verhaaltje ken ik van Kees Houtman, had ik het wel het idee dat hij de interesse had voor mocht hij problemen krijgen of wat dan ook, dat hij dat dan achter de hand had. Maar hij had nooit iets gezegd dat hij interesse in kunst had of zo. Toen werd er een prijs afgesproken. Toen zei hij, bel me morgen om 1 uur en dan krijg je je geld. En als ik hem belde, dat hield in, dan moet je Gerry bellen, want dan krijg je nooit aan de telefoon. En toen zei belde ik om 1 uur en zei Gerry, ook er is wat ergs gebeurd. En ik, alsof ik het voelde. Ik denk, laat me maar op teletest kijken. En toen bleek inderdaad dat hij geliquideerd was. Maar nu had ik een probleem. Want ik had die schilderij nog steeds. En ik denk, shit, wat moet ik nou doen? En toen heel mondjesmaat weer eens gaan kijken wie ze wil hebben. Op een gegeven moment kregen wij tips, waar ook zijn naam en van de andere Henk werd genoemd, zeg maar. Dus dan heb je een match op een DNA-spoor en ook tips. En dat versterkt elkaar in ieder geval wel. En je wil ook weten met wie ze contact hebben gehad. We moeten historische telefoongegevens opvragen. Je moet best wel een breed onderzoek doen. Je moet weten waar hij uithangt, waar hij verblijft. Misschien geobserveerd worden. Gaat hij naar loodsen toe? Gaat hij naar het buitenland? Waar zit hij? Dat vreet tijd, zeg maar. De politie plaatst ook telefoontaps bij Okkie en medeverdachte Henk. Daarop horen ze dat er in de Amsterdamse club Matzo verdachte ontmoetingen plaatsvinden. Onbekende man stelt voor elkaar over 20 minuten te ontmoeten bij de Matzo.
Annemarie wordt gebeld door Mike, die vraagt of zij Okkie kan bereiken. Annemarie zegt dat Okkie bij de Matzo is. Gezien de voorgaande gesprekken is het mogelijk dat Okkie Durham op dezelfde plaats en tijd was toen Henk een ontmoeting had met Pinocchio. Datum 26 mei 2003. Henk wordt gebeld door een onbekende man. Zijn bijnaam is Pinocchio. Hij spreekt gebroken Nederlands. Henk, hallo. Pinocchio, hey vriend, alles goed? Henk, ja man. Pinocchio, kun je even komen waar we eerder samen gedronken hebben? Opmerkelijk is dat Octaf en Henk na een ontmoeting met Pinocchio de beschikking hebben over behoorlijk wat geld. Mogelijk heeft deze transactie met de verkoop van de schilderijen te maken en kunnen die via Pinocchio worden achterhaald. De politie zal nooit ontdekken wie Pinocchio is. Maar het is de Italiaan Raphael Imperiale, die zijn bijnaam dankt aan deze Italiaanse sprookjesfiguur. Hij woonde 12 jaar lang in Amsterdam en was in 2003 eigenaar van coffeeshop Rockland in de binnenstad. Nou, ik kon Raphael niet zo heel goed. Henk kon hem beter dan mij. Die heeft hem ooit een keer ontmoet op Ibiza. Gewoon, wij gingen altijd naar Ibiza en feesten en doen en lachen. En zo heeft hij hem een keer ontmoet en blijkt dat hij in Nederland woont. En zo had hij, zo is die contact. Ik heb Raphael, denk ik, toen de tijd hoogstens 4-5 keer gezien. Hoort hij bij de maffia? Gaat wel richting de maffia, ja. Hoeveel geld Okkie voor de schilderijen kreeg van maffiabaas Imperiale wil hij nog altijd niet zeggen. Uit vrees voor justitie en de Belastingdienst. Feit is dat hij er een paar maanden goed van kon leven. Dure kleding vooral, horloges, auto's, motoren. Wat voor auto kocht je? Een Mercedes 320 toen, E, was net uit. Die kocht ik, AMG grill erop, weet je. De politie ziet dat Okkie flink geld spendeert, denkt inmiddels voldoende ander bewijs tegen hem te hebben en besluit hem aan te houden. 2003 december woonde ik hier en ik kwam net thuis van uitgaan. Ik ging rustig even op de bank zitten, tv kijken. Ik ga nooit direct naar bed. En opeens hoor ik boven op mijn deur een keiharde klap van waar ik dacht dat het een gasexplosie was. Dat dacht ik echt. We wisten dat hij vlug gevaarlijk zou zijn, want hij was al eens ergens naar beneden gesprongen. Van één oog naar beneden ontvlucht. En toen heb ik de hele woning af laten zetten, zo stil mogelijk. En uiteindelijk heb ik zelf met een collega geprobeerd de deur eruit te rammen. Maar ik had inmiddels in mijn huis twee wasmachines achter de deur staan met de koffer erachter tegen de deur. En dus het was helemaal gebarricadeerd. En het, nog een keer een klap en toen schreeuwden ze opeens, ja politie. Dacht ik, hé, kut. En toen schrok hij en nou, dat vond ik knap, ook een bewondering voor hem. Want hij ging als een raket, als klein mannetje, in de stromende regen. Sprong hij van de eerste balkon, en op het balkon, sprong naar de tweede etage en zo klom hij naar het dak. Dus ik ging het dak op. Ze hebben bij alle huizen zijn ze met honden naar binnen geweest, omdat ze dachten dat ik een van die huizen was. Maar ik ben de daken opgegaan en helemaal aan het einde van de Witte Kade ben ik bij een ander pand, dus via het dak naar beneden gegaan weer. En toen was hij verdwenen. En dan baal je als een stekker. Dat is verschrikkelijk. Maar ja. Ik ben daarna naar Spanje gegaan. Ik ben via België weggegaan. Diezelfde avond zat ik nog in Spanje. Een vriend van mij was Patrick Kluivert. En die woonde bij mij in de buurt in Amsterdam. En dat is een van de aardigste, leuke jongens die ik ooit heb ontmoet. Ik vind Patrick een topgozer. Ik kwam Patrick in Barcelona tegen. En toen werd ik verteld dat ik door de politie gezocht werd, maar ik zei niet dat het voor die Van Gogh zaak was. En toen zei hij van, waarom zit je de hele tijd in een hotel? Waarom blijf je niet bij mij thuis? Ik zeg, als we jou bij mij pakken, dan kom je in alle kranten van de wereld. Toen zegt hij, dat kom ik toch al. En dus toen bleef ik bij hem. Dus Patrick Kluivert nodigde je uit? Kom maar bij mij. Terwijl hij wist dat jij voortvluchtig was? Ja, dat was gewoon een oude jongens krentenbrood daar al. Het was niet als van, oh, een crimineel die wordt gezocht of een boef. Doei, doei. Het was gewoon een gabber uit de buurt. Patrick Kluivert wil niet reageren op de kwestie. Maar een familielid van Kluivert logeerde die week ook in de villa en hij bevestigt aan ons het verhaal van Okkie. Hij is toch uiteindelijk aangehouden in een heel ander onderzoek. Toen was iemand geliquideerd en
bij dat onderzoek was ik ook betrokken. En toen zei een van de collega's die ook aan het Van Gogh-zaak werkte... Hey, volgens mij heb ik Oggy over de telefoontap. En drie keer, vier keer geluisterd en denk ik, ja, dat moet hem zijn. En toen wist hij in ieder geval dat hij in Spanje zat. Maar toen is hij toch nog vrij voor ons plotseling aangehouden in Spanje. Nou, grap. Hier is Nieuwegein. Hier kom ik binnen. Hoe lang geleden? 13 jaar of zo, hè? Ja, 13 jaar. Hoe was het toen je uit Spanje hier naartoe werd gebracht? Spanje was heel goed zitten, maar ik was natuurlijk wel blij dat ik in Nederland was, grap. Want het is, ja, je bent toch in een ander land. Ja. En ja, je verwacht dat je bekenden of zo tegenkwam. Nou, ik kwam hier helemaal niemand tegen. Hier niet? Nee. Daar ook niet? Spanje zeker niet, nee. Kom je binnen op Schiphol? Huh? Nee, maar achter de douane langs en alles, met Marseille, een bus, weet ik veel. Okay. In Spanje ook, allemaal apart, joh, met Interpol erbij. Dat is best wel, echt, ja, wel spannend. Ik heb bij het Hof in Amsterdam 3,5 jaar celstraf gekregen en 350.000 schadevergoedingmaatregel. En die gevangenisstraf heb je uitgezeten? Jawel. En de schadevergoeding? Die ben ik al 10 jaar lang aan het betalen. Ik ben sinds afgelopen april daarmee gestopt. Eigenlijk om twee redenen. Eén, omdat ik het gewoon niet meer kon permitteren. En ten tweede dacht ik van, ja, hoe lang moet ik dit nog? Moet ik nog 20 jaar zo doorgaan? Zeg nou, met de pand is weg. Na jarenlang maandelijks 1.000 euro te hebben betaald, bedenkt Okkie in 2011 iets waarmee hij in één klap van de 3 ton restschuld die hij dan nog heeft, hoopt af te komen. Wat is hier gebeurd? Nou, hier heb ik in 2011 een bank gestaan die ik heb overvallen. Maar het hele pand is weg, er staat nu een appartementencomplex. Hoeveel geld dacht je dat er was? Ongeveer 4 tot 5 ton lag er op tafel. Ja, dat was er wel? Ja. We hebben de geldauto gezien en die zakken gingen naar binnen. En ja, dat lag er. Waarom lukt het niet? Waarom kon je niet bij het geld? Omdat het een deur was die je naar je toe opentrekt. En met een deurram gaan alleen deuren open die naar binnen gaan. Dus ja, de slime naar binnen en dan vliegt die open. En deze deur was dus andersom. Daardoor kwamen we niet bij die plek. En uiteindelijk zijn we ook nog eens een keer gepakt. Maar gelukkig was het maar een poging, dus uiteindelijk qua straf... was het te doen. Ik kreeg 30 maanden uiteindelijk. En dat was het eerste moment dat ik dacht van... ja, ik ben er klaar mee. Nou, het is klaar. En het is gewoon heel erg veranderd. Het is de charme van het doen wat niet mag, dat is weg in Amsterdam. Het is te hard, het is te radicaal. En in mijn ogen gaat het helemaal nergens meer over. Na zijn vrijlating begint Okkie na te denken over een manier... om zijn probleem met het museum op een legale manier op te lossen. Ik heb gezegd aan bepaalde mensen van, dat ik vrij kwam in de gevangenis al. Van, ik ga hier achteraan moet echt weten hoe of wat of dit of dat. En als die schilderijen worden gevonden, zijn hun schadeloos. En dan houdt het voor mij op. Samen met zijn advocaat benadert Okkie het museum. Wij wilden een onhold zetten van het innen van dat bedrag... omdat Octave had aangeboden te bemiddelen bij het vinden van die doeken. Maar het museum weigert met Okkie samen te werken. Begrijp je dat de directie en de medewerkers van het Van Gogh Museum jou een ongelofelijke klootzak vinden? Die van toen de tijd wel, maar die van nu niet. Vincent made this painting of the church for his mother, who had an accident falling off the train in Helmond nearby, broke her thigh and had to be confined to bed for several months. So he decided that he would give her a painting of the church as a present. And that was in the museum in Amsterdam until about 15 years ago was stolen. The painting has never been found and to this day we don't know where it is. Two men were arrested, convicted, served a prison sentence but have not told us anything about where this painting is. Een jaar geleden. Okkie neemt een nieuwe stap in zijn zoektocht. Hij probeert contact te leggen met de man aan wie hij de schilderijen destijds verkocht. Rafael Imperiale. Rafael heeft die coffeeshop niet meer. Hij woont ook niet meer in Amsterdam. Hij zit in Dubai. En een kennis van mij, die woont ook in Dubai. En die wil wel een boodschap aan hem overbrengen.
Mijn naam is Octaaf, ook wel bekend als Okkie. Ik heb vernomen dat je inmiddels vloeiend Nederlands spreekt, vandaar dat ik dit ook in het Nederlands inspreek. Voor alle partijen kan het heel gunstig zijn als de gestolen schilderijen boven water komen. Voor mij, omdat ik dan van mijn schadevergoedingmaatregel af ben, het museum zelf dan de stukken terug heeft en degene die ze heeft een behoorlijk bedrag voor ze terug kan krijgen. Mijn vraag is het mogelijk dat ik met je kan spreken? PS, je hoeft je niet nergens druk om te maken. De diefstal in de heling is verjaard. Ik hoop van je te horen. Groet, Octaaf. Weken gaan voorbij zonder reactie uit Dubai. Maar dan krijgt Okkie bericht van een oude bekende die zegt meer te weten over de schilderijen. Het is de crimineel Mink Kok, die tegenwoordig in Libanon woont. Okkie weet dat Mink en Rafael wel eens contact met elkaar hadden. Schilderijen zijn er nog, als je dat wil weten. Het is geen Romeins verhaal waarbij ze in de open haard zijn geflikkerd. Mink Kok schuwt meestal de publiciteit, maar voor één keer wil hij een uitzondering maken. We worden uitgenodigd in Beirut. Hoe lang ken jij Mink Kok al? 17 jaar of zo. Ik heb hem ontmoet in detentie en ik heb hem ook heel vaak... Zeg maar gewoon gesproken. Niet alleen maar rondjes op de luchtplaats, maar gewoon wel interessante dingen. Hoe belangrijk is hij in de Nederlandse onderwereld? Absoluut de nummer 1. Als het gaat om kennis, informatie en know-how, absoluut de nummer 1. Je hebt niemand beter wat dat betreft. Goede connecties? Ah ja, alles. Het is zomer vorig jaar en Mink Kok is net een paar maanden vrij na een gevangenisstraf in Libanon van 5 jaar. Toen ik ook net vast zat, toen kreeg dit land mobiel internet. Dat is ook perfecte timing. Toen kregen ze net 3G. Dus ik kreeg net op dat moment voor het eerst internet. Dat was 2011. En je had binnen gewoon internet? Ja. Ik had ook gewoon contact met je in principe. Ja, ik heb contact gehad toen een tijdje. Ja. En we gaan nu, dit is eigenlijk de richting de christelijke buurt, juni. Op het moment dat we Mink Kok ontmoeten, zijn de schilderijen nog altijd spoorloos. In de jachthaven van Beirut blijkt Kok er inderdaad meer van te weten. We zijn bezig met die speurtocht. Zitten we dan goed bij Mink Kok? Je zit wel goed dat je van mij kan horen. Dat ik je kan vertellen dat die schilderijen er nog zijn. Ja. En dat ze in goede handen zijn. En dat ik wil zeggen dat degene die daar de beslissing over kan nemen en de beschikking over heeft, dat daarvan de verwachting is dat die schilderij dit jaar terugkomen. En daar heb ik zelf geen enkele invloed op, hè. Dat is altijd heel duidelijk zijn. Hè. Zijn ze je ooit aangeboden? Ja, dat wel. Ik heb ze ook gezien. In welke tijd was dat? 2007 was dat. Toen heb je de twee schilderijen die Okkie gestolen heeft gezien. Ja. En welke staat ervoor is het? Goede staat. It's percentage. Without tomato, sir, for sir. Without tomato. Yes, sir. De volgende dag hebben we opnieuw een lunchafspraak met Mink Kok. Het belangrijkste dat we willen weten is waar de schilderijen op dat moment precies zijn. Kijk, wacht even, Vincent, luister. Je kan natuurlijk hier niet mij dingen gaan vragen dat ik je ga vertellen waar die schilderijen zijn. Ik heb je verteld dat ik wel weet hoe het zit. Maar ga je dat natuurlijk niet vertellen. En je kan natuurlijk ook alle landen van de wereld gaan opnoemen en dan zeggen van ja. En ik kan ook zeggen dat ik weet wie ze heeft. Maar ik ga natuurlijk niet zeggen wie ze heeft. Maar ik weet degene wie ze heeft. Voor hoeveel geld zijn ze aan jou destijds aangeboden? Ja, kan ik dat zeggen? Ja. Huh? Kan ik dat zeggen? Ja. Hoeveel geld dat gaat? Voor jou wel, jij weet wat. 250 euro. Of was het meer? Ik weet niet wat jij toen aan mij hebt gezegd. Ik dacht dat. Ik dacht niet. Hoeveel? 50.000. $500. Dat dacht ik. Oké. Okay. Ja goed, ik heb het even moeten verifiëren. Ook in zijn beleving praat over $500. Ja, stuk. Weet ik niet. Ik dacht bij één. Per stuk. Hoe groot acht je de kans dat het Nederlands publiek volgend jaar in het museum weer naar die schilderijen kan kijken? Ik denk de kans, wat ik begrepen heb, heel groot. En dat we het ook snel zullen weten. Ja. En het is nu 15 juli. Hè?
Dus 2016. Dus we gaan het zelf snel weten. Want er gebeurt iets achter de schermen? Ik denk dit jaar, ja. Er zit beweging in. Ja. Twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh zijn na 14 jaar weer terecht. Het gaat om de twee doeken Zeegezicht bij Scheveningen en Het uitgaan van de hervormde kerk te Nuenen. De Italiaanse politie vond te werken bij een groot onderzoek naar de Napolitaanse maffia. In een huis vlakbij Pompeji lagen ze in een kluis. Ik heb altijd gehad van, ook als ik het voorbij het museum liep, had ik iets van, hey, het lijkt wel een vervloeking, omdat het betalen, ja, dat is gewoon een last en het gaat maar niet weg. Het lijkt alsof je straf nooit afloopt. En omdat die schilderijen vandaag zijn teruggevonden, voelt het mij als een soort afsluiting. Ik ga met een Florida flesje daar naartoe. Dat gebruiken wij Surinamers om te reinigen, zeg maar, schoon te maken. En op die manier sluit ik dat af. Is er iemand in dit hele verhaal aan wie jij excuses wil maken? Ja. Wie dan? Aan de directeur van het Van Gogh Museum toen de tijd. Waarom? Omdat die man er zo verdriet van had. Dus toch een beetje spijt? Nee. Gewoon van, het was niet de bedoeling om jou zo te kwetsen. Maar niet spijt van die diefstal. Is het taboe om spijt te hebben in jouw wereld? Nee. Ik ben door mijn vader opgevoed dat je nooit geen spijt mag hebben. Je mij zegt, dingen moet je 7 keer nadenken voordat je wat doet en anders moet je het niet doen. Heb je geen nieuws gezien? Ze zijn terug. Die schilderijen zijn terug. Ja, maar ik was er toch mee bezig. Ze zei, nee, is een heel verhaal. Maar je gaat zien, 8 uur journaal en zo. En weet ik wel, Comora gebeuren, allemaal Italiaanse maffia gedoe. Je gaat het zien. Als er dan opeens een bericht komt, ze zijn terug, dan is het toch ook wel grappig. En als je dan ook nog achteraf hoort dat ook inderdaad bekend dat hij erbij betrokken is geweest. Nou, dan geef het je wel een gevoel, ook de mensen die ik gesproken heb die erbij betrokken waren bij het hele onderzoek. Dan geeft het wel een gevoel van, god, zie je wel, we hebben het altijd bij het rechte eind gehad. Twee schilderijen van Vincent van Gogh namen ze mee. En nu, 14 jaar later, duiken ze weer op in de buurt van Pompeji in Italië. Een klassieke kunstroof was het in 2002. Met een ladder, een gat in de ruit. Goedemiddag. Heeft u de Italiaanse krant? Een Italiaanse krant? Ik zoek. En een AD? Oh, wauw. Oh, dit is dat stuk. Dit is wel vet. Wat is het dan? Dat zag ik niet eens. Nou, wat is dit? Een soort stripverhaal. Over jou? Nee, ja, nou ja, hoe dat is gegaan, heb ik het idee. Ja, oké. Okay. Dat meen je niet. Kijk hier dan. Hier dan bij de touw. Het was wel vet dit, hoor. Nu dat die schilderijen gevonden zijn, ik weet, ik ben veroordeeld, ik ga niet zo van, naast weg. Hoe zou dat gaan? Moeten we een rechtszaak of zo? Of, Nou, ik heb wel een route in mijn hoofd. Ik heb erover nagedacht natuurlijk en ik denk dat we eerst de informele route gaan kiezen. Okay. En die informele route die zal via het Van Gogh Museum lopen. En daarna lopen we door naar het Openbaar Ministerie, okay, wat mij betreft. Begin dit jaar. Bij de rechtbank in Napels begint achter gesloten deuren het proces tegen de maffia-organisatie van Rafael Imperiale. Imperiale zelf is niet aanwezig en zit nog altijd ondergedoken in Dubai. Hij wordt in Italië vervolgd voor grootschalige drugshandel. Questa lunga indagine ha avuto un primo step importante a gennaio del 2016, perché nel gennaio del 2016 è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una decina di persone responsabili di questo traffico. Tra i responsabili vi era l'imperiale Raffaele ed altri sodali dell'organizzazione. Che la Camorra avesse la disponibilità di quadri importanti, in particolare di due Van Gogh, era un qualcosa che era abbastanza noto.
più vi erano state delle risultanze investigative, attività di intercettazione che avevano fatto capire che probabilmente, verosimilmente, queste l'organizzazione La Camorra potesse avere questa disponibilità. Non posso entrare nei particolari, però ci sono stati dei segnali che ci hanno fatto capire che c'era la buona volontà, c'era un interesse da parte di questo gruppo criminale di arrivare alla restituzione, al rinvenimento dei due quadri. Rafael Imperiale stuurt deze verklaring aan de Italiaanse justitie. Hij bekent schuld aan drugshandel en zegt dat hij inderdaad de twee Van Gogh schilderijen in zijn bezit heeft. C'è questo memoriale di 5 pagine dove lui ripercorre un po' la sua storia criminale e con riferimento ai Van Gogh dà questa indicazione in ordine al costo che lui ha sostenuto per acquistare Van Gogh. Imperiale wijst zelf de vindplaats van de schilderijen aan. Zijn ouderlijk huis in Castellammare di Stabia. In ruil voor het terugbezorgen van de doeken eist het Openbaar Ministerie bij de rechtbank geen 20 jaar gevangenisstraf, maar slechts 12 jaar. Net als Kees Houtman gebruikt Imperiale schilderijen van Van Gogh voor een korting op de strafeis. Wat vindt u ervan dat ook deze Italiaanse crimineel een deal blijkt te hebben gemaakt? Ja, het Van Gogh Museum zal er blij mee zijn, want de schilderijen zijn terug. Ik vind het helemaal niks, eerlijk gezegd. Ik ben er helemaal geen voorstander van dat soort deals met criminelen worden gemaakt. Wat zijn straks de volgende schilderijen die weer gestolen worden? Op die manier blijft het interessant om schilderijen te stelen? Ja, als justitie eraan meewerkt om het op deze manier interessant te maken, dan vraag je om problemen. Vormen dit soort deals dan geen uitnodiging aan criminelen om kunst te gaan stelen? Nou ja, de vraag stellen is een mogelijke beantwoorden. Mijn dochter die kan heel goed zingen, die schrijft ook zelf. Die heeft natuurlijk zelf heel veel verdriet ook meegemaakt, daar komen haar teksten vandaan. Ze heeft een hele goede deal bij Top Notch. En dan gaat ze werken met Anouk. Ze heeft de manager van Broederliefde. En misschien is er een rolletje van mij weggelegd. Voor mij word ik chauffeur of zo, ik kan me uitschijnen. Daar kijk ik ook naar, dat vind ik best wel leuk. Want ik ben echt klaar met straat. En ik vind het ook niet leuk meer op straat. De charme is er van weg. En nu ga ik een leven leiden dat ik het van de normale kant zie. En is als een gewone burger. Denk alleen aan jou, baby. Wat ik vet vind aan deze track is het moment dat je een soort van je zang overgaat in het lijkt net rappen, rap, ja. Toasten. Dat is dik. Oké. Ik heb altijd een goede band met mijn vader gehad en ik heb nooit een soort woede of wat dan ook naar hem toe gehad. Ik had ook gewoon contact met hem, wel telefonisch. Ik sprak hem gewoon en ja, toen hij ook op verlof kwam, hij deed alles gewoon voor mij. Dus. Dus het is niet iets wat goed te praten is, want het mag gewoon niet. Maar ik ben trots op hem dat hij laat zien dat hij probeert om zijn leven om te draaien. En in dat opzicht kijk ik heel erg tegen hem op. En ik word daar gewoon emotioneel van, omdat hij is geen slecht mens. Zou het jou lukken om hier nog een keer naar binnen te gaan? Ja. Ja? Er was voor die kraak van mij in 91 ook al ingebroken. Hebben ze voor een miljard gepikt, maar dat is helemaal mislukt. Het was heel goed beveiligd. En na die kraak van mij is het ook wel goed beveiligd. Maar ik zal je wat vertellen. De zwakke plek van het Van Gogh Museum nu, dat het nog steeds kan, is hier. Die rand. Als iemand hier met een bus komt, als je erop gaat op staan. Die bus, ladder, element erop pakt, klapt het raam eruit, heb je de zonnebloem in je handen. En die hangt daar. Akon, the original Scarface. Giving you the exit plan. Now first on your checklist. Be your own man, cause your friends ain't shit. They only come around when they need to. Use that homeboy shit to deceive you. And they forgetting how they got there.
This is life, it's a game, but it's not fair. It's hard enough trying to get by day to day, struggling with shit so you get high. And staying drunk on the regular, talking dope talk on your cellular. And greed kill a nigga like a gun do. So when you get a chance to make a break for it, run, fool. Het Van Gogh Museum weigerde mee te werken aan deze documentaire. Ze willen niet met de dief geassocieerd worden. En dit is Brandpunt. Goedenavond.